ingaande sessies hebben we een ander instituut vanuit het consortium centraal gezet. En nu is Nijmegen aan de beurt. Met een volle lijst met veel sprekers. En dank alle sprekers nu alvast. Deze sessie wordt opgenomen. Dat is denk ik wel goed om te melden. En als je daar bezwaar tegen hebt, dan is het vriendelijk verzoek om achteraf even terug te kijken. De opname wordt achteraf met alle deelnemers gedeeld en wordt ook op onze website geplaatst. En als je vragen hebt, wil ik je verzoeken die via de chat te stellen. Die beantwoorden zoveel mogelijk binnen deze sessie. Er zitten heel veel onderzoekers ook in de virtuele zaal. Zowel van de Radboud Universiteit in Nijmegen als ook andere partijen. Als ook andere partijen uit het consortium. Ik heb al diverse collega-onderzoekers voorbij zien komen. En ook onze begeleidingscommissie zit in. Heel veel leden van onze begeleidingscommissie zitten in de zaal. Dus als jullie vragen hebben, kunnen die in de chat worden die of in de chat of live beantwoord. En mocht de tijd echt tekort komen, dan zullen we dat achteraf nog altijd in de terugkoppeling de vragen over beantwoorden. Nou, voordat we overgaan naar onze sprekers vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen, wil ik kort nog iets vertellen over het NOBV. De mensen die er al een paar keer bij zijn geweest, excuses, een beetje herhaling van zetten, maar voor de nieuwkomers is het denk ik wel leuk om even te vertellen. Even wat achtergrond. Suzanne, zou jij de slides willen delen? Wat goed is om te melden dat we eigenlijk vanuit het NOBV zijn een onderdeel van het klimaatakkoord wat gesloten is. En daarin is binnen de sector landbouw en landgebruik is er een opsplitsing gemaakt naar landgebruik Veenweide. En daar is afgesproken dat in 2030 er 1,0 megaton CO2-equivalenten moet worden gereduceerd. En omdat we eigenlijk nog onvoldoende goed weten welke maatregelen in welke mate effectief zijn, is dit onderzoeksprogramma opgestart. En dat doen wij onderzoek naar verschillende maatregelen. Waterinfiltratiemaatregelen, dat is bijvoorbeeld ook wel bekend als onderwaterdrainage en drukdrainage bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook op een andere manier het water laten infiltreren in de ondergrond. En daar meten we op dit moment aan drie categorieën maatregelen. Of aan verschillende maatregelen. Verschillende plekken. Wat we ook meten is, waar we ook naar kijken, is natte tilten. Dat zal ook in deze presentatie zo kort terugkomen. We kijken op dit moment naar deze vier tilten. Dat zijn diverse tilten die met hele natte omstandigheden, of in elk geval met hogere grondwaterstanden, geteeld worden. Kijk naar Veemos, Cranberries, Miscanthus en uiteraard Lisdodden. En er is een nieuwe categorie maatregelen bijgekomen waar we naar kijken. En dat is in dit geval klei en veen. Die onderzoeken worden dit jaar opgestart. En daar onderzoeken we dus het effect van het inbrengen van klei in veenbodem op de reductie van de broeikasgasemissie. Nou, we maken gebruik van bestaande kennis. Het programma is in 2019 opgestart, maar de kennis rondom broeikasgasemissie vinden wij dus natuurlijk al wat ouder. Daar zullen ook een aantal sprekers vandaag op ingaan. Maar het is wel goed ook om te duiden dat we er nog niet zo heel lang mee bezig zijn. Nijmegen is in 2016 of 2017 ooit in Friesland begonnen met broeikasgasmetingen. Maar in de intensiteit zoals we het nu binnen het NOBV doen, is het eigenlijk heel erg kort en nieuw. En daarmee besteden we niet alleen aandacht aan het effect van maatregelen, wat natuurlijk heel belangrijk is, maar we kijken juist ook naar de onderliggende mechanismen, het onderliggend mechanistisch begrip. Dus welke processen zorgen nou voor die broeikasgasemissie, zodat je daarmee ook niet alleen maar, zodat je ook bij nieuwe maatregelen die nog bedacht kunnen worden, ook emissies kan voorspellen. En uiteindelijk moet het ook opleveren, levert het NOBV daarin ook een modelinstrumentarium op om in de toekomst maatregelen beter te kunnen voorspellen. Ik noem al een paar keer, het is een consortium. Het NOBV is een samenwerking van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. En specifiek vandaag staat de Radboud Universiteit Nijmegen centraal. Dat doen we met diverse onderzoekers. Ik zei het al, een hele lijst. Christian Frits, Fons Smolders, Ralf Aber, Judith van den Knaap, Tom Heuts en Reine Nauta. Reine is overigens van Wetskip, realiseer ik me. Maar welkom allen en fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen met Tom Heuts en Reine Nauta. Tom is junior onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen. En Reinder is projectleider en onderzoeker bij het Wetenschap Friesland en zij zullen aftrappen. Zij geven een presentatie over de mobiele metingen die in het kader van het NOBV worden uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. Tom of Reinder, wie geef ik als eerste het woord? Tom, aan jou de vloer. Yes,
Ik zal meteen mijn presentatie delen. Dit moet hem zijn. Bedankt voor de introductie en bedankt iedereen ook voor de aanwezigheid. Ik ga een stuk vertellen over een onderzoek voor ruimtelijk meten met mobiele kamersystemen in Friesland. Waarbij de CO2-uitstoot van veen in kaart wordt gebracht. Het is een compleet nieuwe methode. In een samenwerking binnen het NMBV tussen de Radboud Universiteit en het Wetenschap Friesland. En daarvoor geef ik meteen even Rijn het woord, die hier meer uitleg over kan geven. Ja, dankjewel Tom. Ik ben Rijn de Nauta. Projectleider en onderzoeker bij Wetenschap Friesland. En het unieke aan dit project is inderdaad dat het echt een samenwerking is tussen de Radboud Universiteit en het Wetenschap. Waarbij het Wetenschap eigenlijk in het project verantwoordelijk is voor alles van het veld, de veldmetingen, tot aan het vergaren van de data en de data aanlevering. Dus de logistiek en dergelijke, dat ligt allemaal bij het Wetenschap. En vervolgens gaat de Radboud Universiteit iets vooral voor de technische ondersteuning van het maken van deze kamersystemen. En de wetenschappelijke analyse en dergelijke, om een beetje onderscheid te maken hoe deze samenwerking tot stand gekomen is. Dat wil ik nog even samen even mededelen. Maar Tom, de vloer is voor jou om een mooie presentatie te geven. Top, dank je. Dan ga ik nu verder met wat het mobiele meten eigenlijk is. Het is dus een nieuwe methode die wordt gebruikt, waarbij de grote verschillen zijn met een vaste methode. Met vaste methode blijven alle meetsensoren op dezelfde plek en wordt met name de tijdelijke variatie door het jaar heen in beeld gebracht. En wordt er dus ook het hele jaar op dezelfde locatie gemeten. Waarbij het mobiele meten dezelfde systeem eigenlijk langs verschillende locaties worden gebracht. Er is wel op iedere locatie een vaste set bodemsensoren aanwezig. En dit onderzoek dient met name om de ruimtelijke variatie tussen de verschillende veengebieden die we in ons land hebben in kaart te brengen. De metingen gaan als volgt. Er wordt dus één set langs verschillende locaties gebracht. En er wordt korte periodes van 2 tot 3 dagen worden gemeten. Ze worden iedere 2 weken tot maximaal iedere maand wordt er op iedere locatie gemeten. Wat uiteindelijk neerkomt op 10% van het jaar dat er op iedere locatie wordt gemeten. In 2019 zijn we hiermee gestart en in 2020 is het een heel stuk opgeschaald naar in totaal 16 locaties. Op iedere locatie is er naast de CO2-meting ook een aantal andere parameters die we in kaart willen brengen. Die onder andere gebruikt kunnen worden om eigenlijk de uitstoot die op iedere locatie plaatsvindt ook te kunnen schatten als er niet wordt gemeten. En er wordt dus in totaal op 16 locaties gemeten. Die zitten hier op de kaart van Friesland. Met in het groen minerale bodems, waar dus geen veen aanwezig is. De rondjes geven aan dat er alleen een maatregel aanwezig is op de locatie. En de vierkant geeft aan dat er naast de maatregel ook een controle is. Een van de maatregelen is HACLAM. Dat is een acroniem voor hoog als het kan, laag als het moet. Waarbij het pijl dus wordt beïnvloed en gekeken wordt wanneer kunnen we het waterpeil omhoog brengen. Er wordt geëxperimenteerd met greppelinfiltratie en er wordt gemeten bij onderwaterdrainage op verschillende locaties. Als we dan gaan kijken naar de verschillende fluxen die we zien, dat is wat deze grafiek weergeeft. Dan ziet je op de y-as de CO2-fluxen die zijn gemeten op de verschillende locaties. Op de x-as ziet je de tijd. In het rood de minerale bodems, in het blauw de veengronden. Het eerste wat hier opvalt is dat er in de zomer veel meer variatie is in vergelijking met de winter. Daarnaast valt op aan het begin van de grafiek, in 2020, dat de hoge uitschieters qua uitstoot met name uit veen voorkomen. En in een meer nat jaar in 2021 deze pieken er ook zijn, maar dat er ook het minerale gronden af en toe zo'n piek kan voorkomen.
En daarnaast zien we toch al dat er uit veengronden, ondanks de grote variatie, toch net even wat meer CO2 vrijkomt over de periode van 6 maanden tijdens het groeiseizoen, met name dan uit de minerale bodems. En als we dit dan al die kleine verschillen gaan optellen over het jaar, over de periode van vanaf de zomer van 2020 tot het einde van 2021, zien we dat al die kleine verschillen toch best wel tot een groot verschil vorm groeit tussen de minerale bodems en de veengronden. Daarnaast valt op dat er ook heel veel variatie zit tussen het verschillende veen wat we vinden. Daarnaast is het ook belangrijk om mee te nemen dat hier weliswaar een optelsom van verschillende fluxen is, maar dat dit absoluut geen jaarbudget is. Het zijn verschillende dagbudgetten die worden opgeteld. Hier zijn bijvoorbeeld de gaten waarbij er op een locatie niet wordt gemeten omdat de kamers ergens anders naartoe zijn. Zitten hier, daar is hier nog niks mee gedaan. Bovendien wordt op iedere locatie ook de grasoogst bepaald en die zitten in deze data ook nog niet meegenomen. Dus het is wel een indicatie voor de uitstoot, maar nog absoluut niet een jaarbudget hoeveel er eigenlijk uit het veen komt. Als we dan kijken naar hoeveel variatie er eigenlijk zit, kunnen we best kijken naar de controleplots. Hier zijn dus geen van de maatregelen genomen en dan zien we toch dat tussen de verschillende locaties er best wel veel verschillende uitstoot gemeten kunnen worden. En dat is iets wat belangrijk is om mee te nemen als je iets met het veen wil doen, om te realiseren dat het ene gebied simpelweg het andere gebied niet is. En iets waar binnen NMBV ook veel aandacht voor is. Daarnaast, ik heb ze al eerder genoemd, er zijn verschillende gaten die we krijgen puur door de meetmethodes. De kamers worden verplaatst en op het moment dat ze niet op de locatie zijn, kunnen ze natuurlijk ook niet meten. Deze gaten willen we wel graag opvullen, zodat we een beeld krijgen hoeveel we nou eigenlijk door het hele jaar heen meten op de verschillende locaties. En dat wordt gedaan op basis van hoeveel licht er is, wat de temperatuur is op ieder moment, hoe hoog de grondwaterstand is en hoe vochtig de bodem eigenlijk is. Die kunnen allemaal invloed hebben op hoeveel CO2 er uit de bodem komt. In de rode lijn ziet u deze voorspelling, die voor de liefhebbers met een random forest model is gedaan. Daar ga ik in deze presentatie niet verder op in. Desgevraagd kan ik daar in de toekomst eventueel wel verder op toelichten wat ik hierbij heb gedaan. In de zwarte punten ziet u de metingen die door de kamersystemen zijn verricht. En daaruit is duidelijk dat in ieder geval het model wat we nu gebruiken heel goed de trend volgt van de metingen die we hebben. En daarin is één belangrijk punt dat deze punten ook zijn meegenomen bij het trainen van het model. Is het dan eerlijk dat zo netjes klopt? Vroegen wij ons ook af. Dus dat hebben we getest. Om te kijken van hoe goed kan die nou eigenlijk voorspellen als we de punten niet hebben meegenomen. In deze grafiek ziet u een zwarte lijn. Die geeft aan dat de voorspelling op de y-as en de gemeten CO2 op de x-as precies hetzelfde is. In het groen ziet u de punten die waarop de gemeten is en die zijn ook mee zijn genomen om het model te trainen. En daar volgt u hem natuurlijk netjes. Als we daar dan ook punten bij nemen die niet zijn meegenomen om het model te trainen, waarop er wel gemeten is en waarop we dus ook op basis van de factoren die we net genoemd hebben de CO2-uitstoot te voorspellen, zien we dat er weliswaar wat meer speling is. Er is ook maar 30% van alle gemeten data op deze locaties meegenomen om dit te doen. Dus dat is eigenlijk is dat al vrij weinig. En daar valt op dat het toch heel netjes de lijn volgt die we zien tussen de metingen en tussen de voorspelde waardes. En dat geeft dus best wel goede hoop voor de toekomst dat dit model echt
kan helpen om, om ook deze gaten op te gaan vullen. Voor het komende jaar willen we graag verder met een, natuurlijk een extra meetjaar in kaart brengen van meer data verzamelen in ieder geval. We willen ook verder met het model, wat ik zojuist heb laten zien, kijken of, hoe we daar nog, nog scherper op kunnen zijn. Meer tests uitvoeren van hoe goed werkt het nou, ook als we bijvoorbeeld op verschillende campagnes overhouden. En zijn er verschillende modellen die binnen het NOBV worden gebruikt, waar de data uit de mobiele metingen ook zeer nuttig kunnen zijn om deze te analyseren. Daarnaast willen we in 2023 verder gaan met stikstofgradiënten die voortkomen uit de bemestingsgeschiedenis. Dat is met name van bemesting voordat NOBV op deze gebieden betrokken was. En het koolstofprofiel, oftewel het verschil tussen veenbodems en de mineralenbodems. En hoe deze factoren eigenlijk de fluxen die we meten analyseren. De belangrijkste take-home messages van deze presentatie is dat we met een gloednieuwe methode werken, waarbij de kamers verplaatst worden, dat in deze methode veel aandacht is voor het opvullen van de data, wat ook nuttig is voor de vaste locaties, omdat daar simpelweg soms ook gaten ontstaan, bijvoorbeeld door metingen die een week niet zo goed lopen. Die data moet ook opgevuld worden. En waar we nu zijn, dat dat erg veelbelovend is en dat we daar komend jaar graag verder mee aan de slag gaan om dit nog verder te verbeteren. Oh. Dus als laatste wil ik nog een aantal mensen bedanken van het Technisch Centrum van de Radboud Universiteit voor het mogelijk maken van de instrumenten en deze maken. Het wetenschappelijk personeel dat eerder ook aan dit project heeft gewerkt vanuit de Radboud en de veldmedewerkers vanuit het Wetenschip Friesland die hierbij betrokken zijn geweest en zowel de logistiek als het veldwerk en het gaande houden van de metingen mogelijk maken. Mocht u contact willen met, ofwel met mij, ofwel met Reinder, ziet u hier onze contactgegevens. Bedankt voor uw aandacht en als er vragen zijn, beantwoord ik die graag. Dankjewel, Tom. Reinder, had jij nog aanvullingen? Nee hoor, nee, alleen inderdaad wat Tom zegt, dat de veldwerk is die, wij doen hier mooi het verhaal, maar de veldwerkers zijn degene die met slecht weer en goed weer altijd het veld te gaan. Dus inderdaad, ook nu zijn ze het veld in, dus ook aan hun de complimenten. Ja, dit geeft meteen nog een mooi beeld, hè, Tom, fijn dat je er zo'n groep mensen noemt. Dit is nog alleen het onderdeel mobiel meten binnen het NOBV, maar fijn, dankjewel voor jullie presentatie over het mobiele meten en het nut en het inpassing daarvan binnen het NOBV. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, oh, hij gaat weer heel snel en vaste locaties, mobiele meetlocaties. Ik wil daar ook graag voor, we gaan er al vanuit dat de meeste mensen wat langer deze webinars bezoeken, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, waar gaat het precies over? Voel je vrij om ook contact met ons op te nemen via info@nobvweiden.nl of even via de website. Daar hebben we zoveel mogelijk informatie ook al proberen te delen. En ook over al die vaste locaties, maar ook over deze meetlocaties hebben we factsheets gemaakt. Dus daar zit ook nog de mogelijkheid om verder te verdiepen. Ik kijk heel even naar de chat of daar vragen binnen zijn gekomen. Oh ja, Gijs vraagt, worden er ook andere gassen gemeten behalve CO2? En dan heeft hij denk ik het specifiek over de mobiele metingen. Dus Tom, wil jij daarop ingaan? Binnen de mobiele metingen werken we nu met name met CO2. Methaan wordt naar mijn weten niet gemeten. Lachgas volgens mij ook niet. Reinder of Christian, verbeter mij als het... Nee, het wordt hier inderdaad in dit project niet gemeten, maar het is wel mogelijk. Het is net wat je wilt, wij hebben gekozen puur voor de CO2 meten, maar andere gassen kunnen ook gemeten worden met welke keuze je wilt. Misschien is het ook goed om te melden dat we dat wel op een aantal, dat we de komende jaar wel meer aandacht aan gaan besteden met methaan en lachgas. En dat we ook wat meer doen op de vaste meetlocaties. En daarover is ook meer op hoogte te vinden op onze website. In dit geval hebben we bij de mobiele metingen ook vanwege de laatste opmerking die Tom maakte
Het is een veelbelovende methode, maar nogal experimenteel. Hè. Die zijn er mee bezig. Hebben we in eerste instantie hiervoor gekozen om CO2-metingen te doen. Eigenlijk eisen we ook om te kijken van, moeten we die mobiele metingen uitbreiden? En zo ja, hoe dan? Dat is een beetje duidelijk. Dan een andere vraag. Kunnen we met de meetresultaten al inrichtingsplannen beoordelen? Vraagt Jan. Ik vraag even of je dat misschien wilt toelichten, want ik begrijp de vraag niet helemaal. Jawel, dat wil ik wel. Wat? Goedemorgen, Pumé. Goedemorgen. En ook dank voor de leuke presentatie. Dus hier waar het ons om gaat is natuurlijk dat die meetgegevens, dat die op enig moment benut kunnen worden van een inrichtingsplan. Een inrichtingsplan eruitgaande van zoveel grondwater of andere zaken. En dat zal zoveel CO2-reductie opleveren. Vanuit die optiek heb ik mijn vraag gesteld. Ik denk dat het vanuit specifiek deze mobiele meting, wat ik nog wel aankom, dat het voor nu te vroeg is om te zeggen, nou, je kunt het daarmee je inrichtingsplan voor gebied I beoordelen. We hebben natuurlijk wel vanuit het bredere kader een aantal rekenregels opgesteld. Die zijn ook binnenkort online te vinden op onze website. En daarmee kun je wel een eerste richting bepalen. Maar ik zou heel eerlijk je gaat te snel als je op dit moment met de huidige uitkomsten van het NOPV in de inrichtingsplan kan beoordelen. Oké. Misschien is het ook goed om te zeggen dat het programma is opgestart in 2019. En ik snap het ongeduld, Jan, als vanuit de bestuurders. Maar het idee was altijd dat we 5 jaar onderzoek gingen doen. Tussentijds presenteren we uiteraard resultaten en hebben we ook een richting gegeven. Dat hebben we ook in december heb ik dat mogen presenteren aan de regiegroep en ook is ook op onze website terug te vinden. Alleen nu, ik zou een te grote broek aantrekken als ik nu zeg dat je met deze gegevens je in de plan kan beoordelen. Je kunt er wel een richting mee geven. Oké, dank. Dan wordt er nog een vraag over methaan en lachgas gesteld. Die parkeer ik heel even. Als ik aan het eind van de sessie tijd voor heb, dan kom ik erop terug. Want die vallen eigenlijk buiten de scope van wat de Nijmegen doet. Of tenminste bij dit webinar. Maar als aan het eind van de sessie nog tijd is, kom ik daar zeker op terug. En zo niet, dan kom ik daar schriftelijk op even. Dus Wim, ik hoop dat je daar voor nu even genoeg mee wilt nemen. Dan nogmaals Reinder en Tom, hartelijk bedankt. En dan wil ik eigenlijk doorgaan met de volgende 2 onderzoekers. Namelijk Christian Frits en Tom Smolders. Tom, ik denk dat jij nog een beetje resoneert. Zou jij jouw microfoon uit kunnen zetten? Yes, dankjewel. Christian en... dankjewel. Christian en Fons werken beide bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Fons is daarnaast ook werkzaam bij het instituut Bierwerk. Hier zien we het hele team. Nou, daar zal Christian vast nog wel even op ingaan. Zij zullen ingaan op de biochemische processen, op stikstof en op de koolstofcyclus. Dus Christian en Fons, aan jullie het woord. Prima, bedankt. En ook het hele NOBV-team en STOA-team bedankt voor het organiseren van het webinar. Vinden we heel leuk dat we over veen kunnen praten. Want dat is iets wat we in Nijmegen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt. Processen in het veen. En vandaag wil ik jullie op een korte reis meenemen naar stikstof en koolstof biogeochemie in het veen. Even kijken wat die doet. Nou, en de klok is een uurtje vooruitgesteld. Hè? Alles gaat een stuk sneller. En wat je dan nodig hebt is een beetje cafeïne om weer op gang te komen. En dat is eigenlijk ook al een beetje een belangrijk onderdeel van biogeochemie. Het gaat echt om chemie. Ik heb hier de formule van cafeïne. Het gaat om koolstof, om stikstof. Hier zit ook wat zuurstof in. En dat is met name de stikstof. That gets you going. Ja, dat is een heel belangrijke, zowel
in de koffie als ook in het veen. En wie nog geen tijd had om koffie te halen, haal die even snel, want dan is de rest van de presentatie ook nog een stuk leuker. Ja, wat we weten van de afgelopen 100 jaar onderzoek eigenlijk, is stikstof kan afbraak stimuleren. Ik heb hier wat data van onderzoek die voorafgaand was aan het NOBW-onderzoek, 8 percelen in Friesland. En dan zie je wel in verschillende groepen dat de meer stikstof in de bodem zit, ook de CO2-productie onder controleerde omstandigheden ook omhoog gaat. Dat is onderzoek van Stefan Weideveld hier rechts. Ja, en op zich is dat net zoals bij de pens van een koe. Hè. Die heeft er ook stikstofrijk gas nodig en de eiwitgehalte, de WCOS-gehalte spelen een rol. Maar heel veel draait om stikstof en dat bevordert de vertering. En in veen is dat niet zo heel veel anders. En dat is de aanleiding ook voor ons geweest om te zeggen, daar willen we wat dieper op ingaan. Dus binnen het NOBW-programma hebben we op twee percelen hebben we ook twee extra frames geplaatst om bijvoorbeeld de effecten van stikstof op de koolstofcyclus wat beter te benaderen. Dat zijn metingen zonder bemesting, daar ga ik straks nog even op in. En die worden vergeleken met metingen met bemesting. Verwachting is wel dat de bodem langdurig rijk blijft aan stikstof. Dat is natuurlijk heel veel jaren met bemesting overheen te gaan. En dat willen we even meten, hoe zich dat op lange termijn gaat veranderen. Dat is onderdeel van onze activiteiten van NOBW, maar wat doen we allemaal? Het zijn vooral intensieve CO2 en NVO fluxmetingen in Aldeborn en Rauwveen. Het zijn gedraineerde percelen. Als alles op soepeltjes loopt, dan krijgen we dat tot 8 jaarbudgetten uit. En de ruimtelijke intensieve meting, mobiele meting, hebben Tom en Rijn daar naartoe gelegd. Daarnaast doen we ook nog intensieve CO2- en methaanfluxmetingen in natte teelt en paludicultuur, op dit moment in Ankeveen en Ilperveld. En ook daar komen een aantal jaarbudgetten uit. Dat doen we met Edicovariants, daar ga ik straks even op in. En de Radboud Universiteit verzorgt NOBW breed bodemvocht- en bodemtemperatuurmetingen, twee belangrijkste spelers bij het afbreken van organisch materiaal. Daarnaast zijn we ook nog verantwoordelijk voor grondwaterstandsmetingen en maaiveldhoogte op een beperkt aantal locaties. Dus droog, nat, hoog, laag, waar je meet het. En één punt waar we eigenlijk ook trots op zijn, is dat we de enige locatie mogen beheren waar we gangbare dierlijke mest ook gebruiken. Dat is dan extra interessant wat de echte mest met het echte veen doet. En ik hoop voor Peter en Judith dat dit niet tijdens de bemesting is gebeurd, want dus het vraagt best veel werk van onze collega's. De eerste resultaten lijken ook iets op te leveren. Wat we hier zien is het verschil tussen bemest en niet bemest in Aldeborn. Ik wil er niet te veel in detail op ingaan, maar de rode lijn en de blauwe lijn die verschillen in de nacht. Dat zijn de twee hoge metingen. Maar ze verschillen ook een beetje overdag en daar draait dan alles om. Die jaarbudgetten, alles bij elkaar optellen. Maar ook de momenten gewoon wanneer het niet bemesten tot lage of zelfs hoge emissie kan leiden. Dat was een gedraineerd perceel, maar stikstof en koolstof spelen ook een belangrijke rol als het natter wordt. Daar zullen we in de volgende presentaties nog iets over horen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in die echt natte systemen. Wat we uit de literatuur weten is dat de hoogste stijging van de emissie rond de 150 tot 300 kilogram stikstof per hectare per jaar gebeurt. Het is met name methaan wat daar omhoog gaat, deels ook CO2. En denk dan aan rijstvelden en denk ook aan helofietenfilters en dat soort soorten systemen. Dus stikstof heeft tamelijk veel invloed op de koolstofcyclus. En dank aan Prime, aan Gilles, aan Erik, Ernst en heel veel anderen hebben we binnen het NOBW-programma ook een interessant gradient als het nat wordt. We hebben in Zegveld hebben natte teelten met een historie van veel stikstofbemesting. Is ook voedselrijk veen, zeggenveen daar. Nou, in Ankeveen zien we al wat minder stikstof. De setting is ook binnen de bossen daar wat verlaagd. En uiteindelijk in
in het veld, nou, dat wordt helemaal niet bemest, dat wordt ook niet bevloeid, dus daar verwacht we eigenlijk de kleinste hoeveelheid stikstof. En dan is de vraag, wat doet methaan? Hè? Dat meten we dan met adecovariance in dit geval. Dat is ook een beetje de kern van ons onderzoek, ook van onderzoek van onze collega's, Annelies Verraad, Björn Roeproek en Sarjan Koste, die in hun eigen projecten ook deze kant van onderzoek doen. Waterchemie aan de ene kant, bodemchemie en dan de koolstoffluxen gemeten met adecovariance en op sommige locaties ook met kamers. Om dat samen te brengen en de hete momenten, zoals we het noemen, en de koude plekken, de hot moments en de cold spots, om dat goed onderbouwd in kaart te brengen, dat is wat we dag en nacht doen. En daar hebben we in het verleden gevonden dat stikstof zelfs methaan kan afbreken. Ja, dat is natuurlijk ook leuk als je dat ziet. Dat is een grondwatergevoed systeem waar heel veel nitraatrijk grondwater binnenkomt. Onderzoek samen met Frans Molens en Gijs van Dijk. De Brunsumer Haai, prachtig gebied. Kan ik jullie uitnodigen om daar naartoe te gaan. Hier zien we een dieptegradient. Dus een diepteprofiel tot meer dan 2 meter. En die 4 hoekjes, dat is nitraat. Dat neemt op een gegeven moment toe. Ja, dus er zit een nitraat in het profiel, het grondwater is tot bovenin verzadigd. En methaan, dat neemt daar af, ja, precies waar het pijltje is. En daar zien we dan ook de activiteit van micro-organismen die methaan samen met nitraat kunnen afbreken. Ja, dat is echt de essentie van biogeochemie. En dat willen we graag verder uitbreiden binnen NOBW. En daar ook terugvallen op al bestaande kennis, dus onderzoek uit Zegveld. Wat we zien is met organisch gebonden stikstof nemen methaanemissie toe. Dat is hier aan het eind van het experiment. Dus vanaf zeg maar dag 75 of zo. Dan ureum, als ook litter van afgestorven plantenmateriaal. Dat zorgde voor de hoogste emissies. Ja, dat helpt ons ook om grenzen beter en afkappunten die wat beter te bepalen. En wat we ook gezien hebben is dat stikstofveenvorming belemmert. Daar zal ik nu aan het eind nog even op toegaan, op ingaan. En dat is ook waar we mechanistisch begrip voor nodig hebben. Wat is de rol van stikstof en koolstof op veenbehoud? Want ook is veen helemaal nat, breekt het alsnog af. Dat is iets wat we vaak vergeten. En daar kan stikstof ook een rol spelen. Hier in natuurlijke systemen, het valt een beetje aan het rand van NOBW, heeft Leon Lames in 2000 in een belangrijke publicatie laten zien dat kleine hoeveelheden stikstof een groot effect op veenvorming en veenvormende organismen hebben. Het gaat hier om het gaat om stikstofemissies of depositie en bemesting. Net onder de 20 kilogram, dus hartstikke weinig vergeleken wat we normaliter in landbouwsystemen zien. En dan raakt de veenmosfilter, die raakt al verzadigd, stikstof komt vrij, andere planten groeien dan. En waarom raakt die verzadigd? Veenmossen zijn kampioenen. Ze zijn gewoon simpelweg kampioenen in stikstofopname. Dat hebben we met de isotopentechniek aangetoond. De 2 rode pijlen laten zien dat er na een half uur, na 2 uur dat er al 30% van de volledige stikstof is opgenomen. Dus kleine hoeveelheden worden snel opgenomen. En dat zorgt dan ook voor dat de planten verzadigd raken. En de verdunning, ze komen van de stikstof alleen af door die gestippelde lijn. Dus niet nul, net niet nul. En deze verdunning, dat is dan de veenvorming. En hier speelt dan ook veenbehoud een rol. Dus stikstof gaat er snel in, maar komt er alleen uit door veenvorming. Ja, dat zien we ook in natuurgebieden. Stikstof is vaak toxisch voor veel veenbouwers. En daar moeten we rekening mee houden als het om de toekomst van deze gebieden en hun impact op de koolstofcyclus gaat. En één behulp wat we ook doen, dat zijn bijvoorbeeld fotosynthesemetingen. Ja, dat zit onderliggend aan de koolstofmetingen die we bij NOBW doen. Wat Tom ook net liet zien met die gapfilling modellen, daar zit ook een stuk fotosynthese in. En hier heb ik experimentele data, die gele en die rode. Dat zijn behandelingen die stikstof hebben gekregen. En de extra stikstof die leidde tot minder fotosynthese. Minder fotosynthese betekent minder groei van de planten en uiteindelijk ook
minder veen vormen of het mindere opvullen van de koolstofpool die afbreekt. En om deze processen dan wat beter te begrijpen, daar hebben we dus ook nutriënten nodig. En dat is ook iets wat we binnen NOBW in het procesmatige denken en ook in het modelmatige denken gewoon willen inbrengen. Ook naast koolstof ook de rol van nutriënten zoals stikstof, maar ook kalium, fosfor, magnesium. En in een gebied, dat is onderzoek in Duitsland, waar kalium, fosfor en magnesium in de juiste balans zitten, dan komt de fotosynthese en de biomassaproductie terug in het optimum. Dat is ook van veenmossen, in dit geval Schwannoma papillosum. En dan gaat de productie weer omhoog. En juist dit begrip, dat is nodig om voorspellingen ook binnen NOBW te kunnen doen. En daar doen we dus ook vergelijkend onderzoek voor. En wat we binnen NOBW willen doen is de vergelijking met bestaande literatuur, maar vergelijking ook met parallel lopende onderzoeken in andere Europese landen die een kleinere versie van NOBW hebben. En hier is een teaser in een veengebied in Duitsland waar ze de nutriëntenbalans op orde hebben. Daar zien we 20 centimeter groei. In 10 jaar tijd zien we dat de biogeochemie op de juiste instelling zit. En aan de andere kant in Nederland weten we dat in zowel natuurgebieden als ook in carbon farming of Schwannoma farming, dat de groei van veenmossen daar nog beperkt gaat of heel slecht gaat. Deels ook vanwege stikstof. Maar de andere rol is waterkwaliteit in het algemeen. Zal misschien Judith straks een beetje meer op ingaan. En ja, daar wordt ook aan gewerkt met verzuren, met filteren van water enzovoort. Ja, en daar zijn een aantal publicaties ook over verschenen en nog een voorbereiding over het vergelijkend onderzoek. Hier nog even het stippetje van de 20 centimeter, dat het ook klopt. Nou, en dan zijn we bij fosfor, dan zijn we bij kalium. En dan zijn we eigenlijk ook bij Fons en Fons Smulders. Ik doe met Fons al 16 jaar samen onderzoek. Heel erg plezierig. En Fons die weet alles van de chemie in de bodem. En die zal ons nu meenemen op een reis de diepte in naar het Zegveld. Dankjewel Christian. Ik wil jullie heel kort iets vertellen over metingen die we ook doen. En dat is niet alleen emissies, maar we meten ook veranderingen in de poriwaterchemie op verschillende dieptes in de bodem. Dit is grondwaterchemie. Dat doen we behoorlijk intensief op een aantal plekken. En ik zal ook proberen uit te leggen waarom we dat ook zo intensief doen. We zijn er ooit mee begonnen in Bormeriers-Perveld meer dan 15 jaar geleden. In 2014-15 hebben we in Zegveld een heel uitgebreid onderzoek gedaan in het kader van sturen op nutriënten, waarbij we in een behoorlijk aantal plots op verschillende dieptes grondwaterkwaliteit hebben gemeten en gevolgd over 2 groeiseizoenen. En dat is in 2014 en 2015 geweest. En ik laat jullie nu in de volgende dia. Kan ik hem zelf doorzetten of denk ik niet, hè? Chris, kun jij hem doorzetten, de dia? Is hij niet verder gegaan? Bij mij is hij verder op de scherm. Oh, hier niet op mijn scherm. Bij mij is hij ook goed te zien, Fons. Want okay. De rest ziet hem goed. Dus, ja. Even kijken, hoe los ik dat dan op? Ja, nou goed. Dan zien jullie als het goed is op deze dia het verloop van sulfaatconcentratie, de ijzerconcentratie en de fosforconcentratie op 60 centimeter diepte. Dat zijn de gemiddelde waarden van een aantal plots. Wat dan opvalt, dat is dat in 2014, dat moment dat het grondwaterpeil uitzakt, dat ijzer en fosfor afnemen op 60 centimeter diepte.
En in 2015 zie je dat ijzer en fosfor heel erg fors afnemen op 60 centimeter diepte. En dat is vanaf het moment dat de grondwaterstand, die is ook weergegeven, het moment dat de grondwaterstand uitzakt tot meer dan 60 centimeter onder maaiveld. Dat moment komt er op die diepte dus ook zuurstof. En op dat moment, doordat er zuurstof aanwezig is, wordt ijzer geoxideerd. Ijzer is normaal goed oplosbaar onder zuurstofarme omstandigheden. Dat wordt geoxideerd als er zuurstof bij komt. En dan wordt alle ijzer omgezet in ijzeroxide. Dat is slecht oplosbaar, waardoor ijzer afneemt. Fosfor, dat kan daaraan gebonden worden. En je ziet dus ook dat fosfor afneemt op dat moment. En je ziet dat sulfaat op een gegeven moment ook gaat toenemen. En dat komt omdat sulfaat normaal onder zuurstofloze omstandigheden juist heel slecht oplosbaar is. Dan is het vooral aanwezig in de vorm van sulfide. En sulfide wordt gebonden onder andere aan ijzer en aan bodemdeeltjes. En is heel slecht oplosbaar. Op het moment dat er zuurstof bij komt, wordt dat sulfide omgezet in sulfaat. En sulfaat is weer heel erg goed oplosbaar. En waarom is het zo belangrijk dat er dan sulfaat vrijkomt? Omdat sulfaat een belangrijke invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Op de oppervlaktewaterkwaliteit. Op het moment dat het uitspoelt. Even kijken, horen jullie mij nog? Ja, je bent goed te verstaan, Pons. Oké, ik zie bij mij is hier iedereen bevroren. Dus dat is heel... Ja, jij bent bij ons bevroren, dus misschien is dat... Nou goed, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar wij zien de slides en wij horen jou luid en duidelijk. Ja, nou de volgende dia dan. Op de volgende dia zien jullie, als het goed is, de ijzerconcentratie op 3 verschillende dieptes. Zoals we die hebben gemeten. En dit laat de metingen zien... die we hebben gedaan daadwerkelijk. En dat is elke week hebben meting gedaan. Dat is een behoorlijk hoge frequentie. Dus elke week een meting. Dan zie je een behoorlijk heel mooi weergeven. De dynamiek van het verloop van de ijzerconcentraties op verschillende dieptes. Onder invloed van veranderingen in de grondwaterstand. Nou, de volgende dia die hierop volgt. Dan zie je wat je zou meten. Op de rechter figuur zie je wat je gemeten zou hebben als je een frequentie zou hebben aangehouden van 2 weken. Dus om de 2 weken een bodemmonsteranalyse, poriwateranalyse. Dan zie je eigenlijk nog steeds dat het patroon nog heel goed zichtbaar is. Wat je ook hebt op het moment dat je 1 week meet. Dus 2 weken meten ten opzichte van elke week meten, om de 2 weken meten, dat geeft niet heel erg veel verlies op aan informatie. Als je dan maandelijks gaat meten, en dat is de volgende dia. Heb ik? Dus ja. De volgende. Nou, dan zie je al wel dat je wat informatie gaat verliezen. He, je ziet duidelijk al dat bepaalde patroontjes wegvallen, dus je hebt minder goed beeld van de dynamiek in zo'n veenbodem op het moment dat je maandelijks gaat meten. Maar je kunt nog steeds wel beargumenteren dat als je kosten en baten tegen elkaar afweegt, dat dat nog steeds wel heel erg acceptabel is. Nou, dan de volgende. Dan is het om de 2 maanden. Wat zou je hebben als je om de 2 maanden meet? En dat is in de praktijk eigenlijk al heel mooi. Als je elke 2 maanden zo'n veenbodem zou kunnen bemonsteren in een onderzoeksproject. Dan zie je echt wel dat je al behoorlijk wat informatie gaat verliezen. Dat je de dynamiek van de processen in de bodem veel minder goed in de vingers krijgt. En als je elke 3 maanden zou meten. Dit is dan de laatste dia denk ik. Klopt. Dan zie je dat je best heel veel informatie verliest. En dat is eigenlijk wat je zou krijgen als je om de elk seizoen een keer zou meten. Dus om de 3 maanden, een keer in het voorjaar, de zomer, najaar, winter. Dan zie je dat je echt heel erg veel informatie gaat missen. Dat je die dynamiek van de processen die plaatsvinden in de bodem onder veranderende waterstanden, dat je die eigenlijk niet meer zo heel erg goed in de vingers krijgt. Nou, dat geeft een beetje aan waarom we
eigenlijk proberen zo hoog frequent mogelijk te meten. En men zou kunnen denken dat het een beetje een overkill is. Waarom doen onderzoekers dat? Die willen natuurlijk graag zoveel mogelijk meten. Vinden ze leuk? Nee, dat doen we omdat we dan ook echt een beter beeld krijgen van de processen die in die veenbodem plaatsvinden. Dan heb ik nog een allerlaatste dia. Heb ik. En dan zie je de veranderingen van de beschikbaarheid van nitraat helemaal in de toplaag van de bodem. Nou, dat is nog veel chaotischer, het verloop van die nitraatconcentraties, dan het verloop van de concentraties van ijzer in het grondwater. En dan zie je dus dat je ook, dat kun je ook weer zien, de informatie die je krijgt als je heel hoog frequent meet of veel minder frequent. En dan zie je ook dat je heel veel van die dynamiek gaat verliezen als je minder frequent gaat meten. Dus dit laat dan even zien waarom we meten. Dat er in dat veen heel erg veel verandert onder invloed van grondwaterstanden die fors fluctueren. Het is heel belangrijk om daar informatie over te krijgen, omdat met name ook de ijzer-fosfor-sulfaatkringloop die ik nou even heb laten zien. Je zou soortgelijke plaatjes voor stikstof kunnen maken en koolstof. Maar ik heb het even gedaan voor ijzer, fosfor en sulfaat, omdat dat ook hele belangrijke processen zijn die uiteindelijk van invloed zijn op oppervlaktewaterkwaliteit. En daar ligt niet de nadruk, helemaal niet zelf, in het NOBV-project, maar het is wel heel belangrijk in het veenweidegebied om er rekening mee te houden. Dat maatregelen die je neemt in het veen, dat die ook effect hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit en onze KRW-doelstellingen die we moeten halen. Dat is ook een hele forse uitdaging. En die hebben natuurlijk ook deels hebben de maatregelen die we nemen in die veenweidepercelen, zullen ook invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. En daarmee op het al dan niet halen van onze KRW-doelstellingen. Hier wil ik het dan bij laten. Dankjewel, Fons. Knap hoe je blind weet. Ja, het was blind. Maar ik denk een mooie uitsmijter ook, hè? Want ik denk dat het goed is om. Dank Christian, dank Fons. Ik denk dat jullie een mooi verhaal hebben gehouden over ook even de achterliggende koolstofcyclus. Oh ja, zo. En dit is overigens niet compleet, kan ik meteen zeggen, hè, Christian? Want achter elk van deze namen zit ook weer een groep van onderzoekers. Maar het is goed om te zien dat het een vrij groot onderzoek is. En ik denk dat het goed is, dat heeft Fons en Christian ook denk ik wel proberen te duiden waarom het zo groot is en waarom we zo frequent moeten meten. Omdat we eigenlijk nog vrij weinig weten over het veeweidegebied. Dus vandaar ook dit onderzoek. Wat denk ik goed is om te melden is dat we wat Fons terecht opmerken over de relatie met de kader lichaam en water. En zo zijn er vast nog heel veel andere relaties met doelstellingen waar wij als NOBV niet direct onderzoek op doen. Maar daar zijn we uiteraard niet blind voor, want het zou naïef zijn om te denken dat alleen CO2-reductie leidt tot maatregelen. Het is goed om te weten dat sinds dit jaar het VIP-NL is opgestart, het Veenweide Innovatieprogramma Nederland, ook onderdeel van het Klimaatakkoord, waar daar wordt juist ook in de breedte gekeken naar het impact op diverse doelen en ook de haalbaarheid in bredere zin. Dus ook op bedrijfsvoering, op het effect op andere doelen. Waaronder waterkwaliteit, waaronder KW-doelen en dergelijke. Dus de NOBV doet dat niet. Wij kijken vrij, toch wat smaller naar de klimaatakkoord en de broeikasgasemissies. Maar gelukkig is er wel binnen het klimaatakkoord aandacht over haalbaarheid van doelen. Ik zie geen vragen. Dat kan betekenen dat het verhaal heel helder is geweest. Daar ga ik even van uit. Wat ik nog even ik ga een beetje reclame maken voor ook Nijmegen en Bieber. Ik heb dat vaker mogen zien, maar deze onderzoekers kunnen uren praten over hun kennis. Het is ook echt interessant. Er zijn ook diverse cursussen te volgen via Nijmegen en Bieber. Dus kijk vooral even op hun website als je de verdieping wil. Dan gaan we zo meteen luisteren naar de presentatie van Ralf Aben en Judith van der Knaap. Ralf is postdoc-onderzoeker in Nijmegen en Judith is PhD bij de Radboud Universiteit Nijmegen. En zij gaan in op de meetlocaties waar Nijmegen onderzoek doet, met name de innovaties op meetapparatuur. En ze zijn de betere uitvinders binnen het consortium en zijn vooral bezig ook met het knutselen, maar vooral het zorgen voor goede meetapparatuur om ook de juiste dingen te kunnen meten. En dat gaat met de nodige hobbels, want dat zullen zij vast toelichten. Maar voordat we dat gaan doen, kijken we naar een korte video waarin Ralf in Friesland staat.
Nu loopt hij. Mijn naam is Ralf Abe. Ik werk bij de Radboud Universiteit in Nijmegen als postdoc onderzoeker. En binnen het NOBV hou ik me bezig met de broeikasgasemissies, welke we meten met de meetkamers die je op de achtergrond ziet in het filmpje. We zijn hier op locatie in Oldeborn in Friesland. Ik zal even een overzicht proberen te geven van de meetplot waarin ik sta. We staan momenteel op het referentieperceel. We hebben twee percelen. Het referentieperceel waar geen onderwaterdrainage is aangelegd. En het drainageperceel, het maatregelperceel, waar dus drainbuizen aangelegd zijn. Het lijkt alsof er vrij weinig in deze plot gemeten wordt. Behalve de meetkamers zie je bovengronds niet heel veel staan. Maar schijn bedriegt. Veel van de belangrijke apparatuur zit ondergronds. Waar je de stokjes hier ziet staan op de achtergrond. Daar zitten bijvoorbeeld bodemvochtprobes, temperatuurprobes, redox en zuurstofprobes in de grond. Die variabelen die meten we op meerdere dieptes. Meestal tot een meter, circa 1,20 meter diep, om de 10 of 20 centimeter, afhankelijk van welke variabele gemeten wordt. Er staan ook keramische cups op de achtergrond. Daarmee wordt bodemvocht bemonsterd, ook op verschillende dieptes. En dat bodemvocht dat wordt in het laboratorium geanalyseerd op bijvoorbeeld nutriënten, pH, de hoeveelheid koolstof. Verschillende metingen worden daaraan verricht, waardoor we dus kunnen meten wat de biogeochemische kwaliteit van het porivocht in de bodem is op verschillende dieptes. Wat weer gelinkt kan worden aan andere zaken die we meten, zoals redox, zuurstof en de broeikasgassen. Verder zien we ook een meteommastje staan. Dus we meten straling, inkomende straling, reflecterende straling. We meten de windsnelheid, de hoeveelheid regen die er valt, noem maar op. Verder meten we binnen de plot natuurlijk ook grondwaterstanden. We meten de slootpijlen, we meten de waterstand in de greppels. Dus we meten eigenlijk heel veel om zoveel mogelijk informatie te verkaren om het effect van enerzijds de maatregelen op CO2-fluxen en bodemdaling in kaart te kunnen brengen. En anderzijds simpelweg ook om meer inzicht te krijgen in waardoor die CO2-fluxen veroorzaakt worden. Dankjewel, Ralf. Dankjewel, Ralf. Altijd leuk jouw vlogs. Dan geef ik jullie vandaag graag het woord aan Judith en Ralf. Hi, is mijn beeld gedeeld? Ja. Top. Nou, hallo allemaal en welkom bij de presentatie. Het innovatie van meetapparatuur als sleutel voor beter mechanistisch begrip en nauwkeurige emissieschattingen van mij, Judith van der Knaap en Ralf Abe. Hierin gaan we het hebben over de recente ontwikkelingen in apparatuur voor het nieuwe slootonderzoek door het NOBV. En deze ontwikkeling is in samenwerking met het FNWI Technocentrum, met Floris, Gerben, Daniel, Arjan, Arno, Mark en Stef. En vanuit het RU, Christian en Sarian. Een korte intro van dit slootonderzoek, wat nog echt in de beginnende fase zit. Dit is mijn PhD-project onder begeleiding van Ralf, Sarian en Christian van het RU. En vanuit het consortium is ook Bart Kruid van de WUR er nog bij betrokken. Heel kort samengevat is het plan nu om de komende jaren frequent meten onderzoek te doen in de locaties van NOBV Langeweide en Zegveld. Voor de twee hoofdvragen van dit onderzoek. Het bepalen van de grootte van slootbroeikasgasemissies en de verhouding tot de terrestrische emissies van het Veenweidegebied. En het identificeren van de milieuvariabelen, dus de indicatoren voor het begrijpen van deze emissies en het mechanistisch begrip waarmee het zojuist over had. Hierna willen we nog uitbreiden natuurlijk. En bijvoorbeeld kijken naar de effecten van bijvoorbeeld de onderwaterdrains die zijn toegepast in het veld. Het landgebruik, extensief, intensief of natuurbeheer. En beheermaatregelen in de sloot. En denk hieraan aan slootschonen of baggeren. Nog heel kort de mogelijke pathways van emissies vanuit een sloot of open watersystemen zoals een meer. Je hebt verschillende manieren van emissie. Als eerste is de diffusie van opgeloste gassen. Dit zijn broeikasgassen die in het water zijn opgelost. En vanuit hieruit diffunderen naar de atmosfeer. Dus in de eerste laag zie je hierboven
zitten dan opgeloste broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas. En die kunnen dan gewoon zo via de waterlaag diffunderen naar de atmosfeer. Daarnaast is er ook een pathway van ebullitie, dus het vrijkomen van bellen uit het sediment. Dus de sedimentlaag hier en deze bellen bestaan voornamelijk uit methaan. En dan is er ook nog gasuitwisseling via de planten. Via verschillende mechanismen kunnen planten de uitwisseling van broeikasgassen beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door een directe tunnel te vormen tussen het sediment en de atmosfeer. Nou, dit is heel beknopt hoe broeikasgassen vanuit een sloot bijvoorbeeld kunnen komen. Maar ondanks dat we die manieren van mogelijke routes van emissies uit oppervlaktewateren weten, is er nog vrij weinig bekend over slootemissies. Daarom is dit onderzoek gewoon ontzettend innovatief, maar zijn er ook nog heel veel kennislacunes aanwezig. Er is grote onzekerheid uit de huidige slootemissieschattingen. En deze komen vooral voort uit dat er nog erg weinig studies zijn gedaan naar de verschillen tussen seizoenen en bijvoorbeeld ook het dag- en nachtgemiddelde. Dus gewoon op veel tijdschalen. Dat is puntje 2 dan ook. Er worden gewoon vooral in onderzoeken niet frequente puntsgewijze metingen gedaan. Dus bijvoorbeeld een paar metingen in bijvoorbeeld alleen de zomer en dan alleen gedurende de dag. En als je dan schattingen gaat uitbreiden, het extrapoleren ervan naar jaarlijkse emissies, nou ja, dan kom je misschien in de problemen. Daarnaast worden dus niet ook, zoals net al nou ja, in bijvoorbeeld Toms presentaties besproken, niet alle biogene gassen gemeten. Dus bijvoorbeeld alleen focus op CO2 of methaan, maar niet alle drie de gassen waarin wij geïnteresseerd zijn, worden samengenomen. Hierin wil ik eigenlijk zeggen dat de kennislacunes die nu bestaan in de slootemissie vooral dus temporele en spatiale kennislacunes zijn. Dus in de tijd en in de ruimte. En daarnaast dat er binnen deze factoren ook nog erg hoge variabiliteit kan bestaan. Hierop moeten we dus gewoon apparatuur ontwikkelen, omdat er dus gewoon nog niet zoveel aandacht is geweest. Dit is dus simpelweg nodig om in dit stadium om betere meetapparatuur te ontwikkelen, waardoor we dus hopelijk deze kennislacunes met wat makkelijker kunnen gaan ontdekken. Dat geef ik nu aan. Dankjewel, Judith. Fons liet straks al heel mooi zien hoe belangrijk die meetfrequentie is voor het inzicht krijgen in de bodemprocessen. En datzelfde speelt dus ook bij de aquatische broeikasgasfluxen. Dus twee belangrijke kennislacunes zijn de variatie van broeikasgasfluxen en broeikasgasconcentraties over tijd en in de ruimte. En bij variatie over tijd heb ik het zowel over dag-nacht variatie als variatie over langere tijdschalen. Dus dagen, weken, maanden, etc. Bij variatie in de ruimte bedoel ik dan zowel variatie binnen een systeem, hè, dus bijvoorbeeld op verschillende plekken binnen een bepaalde sloot of meer, als variatie tussen systemen. Nou, de afgelopen jaren zijn er verschillende publicaties uitgekomen die laten zien dat er duidelijke dag-nachtverschillen zijn in broeikasgasemissies uit zoetwaterecosystemen. En dat meetcampagnes die alleen overdag meten, nou, wat bijna altijd het geval is, voor een aanzienlijke onzekerheid te kunnen zorgen. Bij CO2 kan dat tot tientallen procenten onderschatting zorgen als alleen overdag gemeten wordt, wat waarschijnlijk grotendeels te maken heeft met de fotosynthese die overdag plaatsvindt. En omdat bij vrijwel alle onderzoeken alleen overdag is gemeten, zijn wereldwijde emissieschattingen vanuit zoetwaterecosystemen daardoor waarschijnlijk sterk onderschat. In ieder geval wat betreft CO2. Dus om inzicht te krijgen in de variatie over dag en nacht is het dus enerzijds belangrijk om een betrouwbare inschatting van de dagelijkse emissie te krijgen. En anderzijds is het dus belangrijk om processen die de broeikasgasfluxen sturen beter te kunnen begrijpen. Nou, hier een voorbeeldje van de variatie over tijd en ruimte voor diffuse en ebullitie, broeikasgassen via diffusie en ebullitie. Dus behalve het meten van dag-nachtverschillen is ook het aantal meetmomenten per jaar belangrijk voor een nauwkeurige inschatting van de emissies. En ook op hoeveel plekken je binnen een systeem meet. Dit zijn resultaten van een meerjarig onderzoek waarbij dat dagelijks en op meerdere plekken in een Zweeds meer de emissie van methaan via diffusie en ebullitie is gemeten. En aan de hand van die data hebben ze een onzekerheidsanalyse gedaan. In het grafiekje rechtsboven zie je wat de onzekerheid in de methaanemissie is bij een bepaald aantal meetdagen verspreid over het jaar. En in het grafiekje daaronder zie je hoe het aantal meetplekken binnen zo'n meer de onzekerheid van de emissieschatting beïnvloedt. De zwarte punten zijn methaanebullitie en de rode punten zijn methaandiffusie. En met name bij ebullitie, hè, dus die methaanbellen die vaak het gros van de broeikasgasemissie vormen, is te zien dat de onzekerheid bij 20 meetdagen per jaar, dus ongeveer elke 3 weken per jaar meten, wat vaak het geval is bij meetcampagnes, tot pakweg een 5 keer overschatting of juist onderschatting van de emissie kan zorgen, waarbij de kans op een onderschatting veel groter is dan een overschatting. Nou, hier gaat het om een meer in Zweden, maar de onzekerheden die ze hier laten zien, die gelden in meer of mindere mate natuurlijk ook voor andere systemen.
Dus meten met voldoende dekking in tijd en ruimte is dus essentieel om een goede inschatting van je broeikasgasemissie te krijgen. Nou, om de genoemde kennislacunes te kunnen tackelen zijn we bezig met de ontwikkeling van verschillende instrumentatie. En dat is onder andere een drijvend systeem voor het automatisch en hoogfrequent meten van broeikasgasfluxen. Een equilibrator waarmee opgeloste broeikasgassen met een grote ruimtelijke dekking kunnen worden gemeten. Daar gaat jullie dadelijk wat mee over vertellen. En probes die opgeloste broeikasgassen automatisch en hoogfrequent over tijd kunnen meten. Nou, om die automatische hoogfrequente metingen van broeikasgasfluxen mogelijk te maken, zijn we drijvende meetinstrumenten aan het ontwikkelen die voorzien zijn van een automatische kamer voor het meten van de broeikasgasfluxen via diffusie en een bubble trap met sensoren voor het automatisch en real-time meten van methaanemissie via ebullitie. Hierbij een filmpje van het prototype, wat we een paar weken geleden getest hebben. Yes. En normaal wordt ebullitie gemeten met behulp van dit soort bubble traps. En die bestaan uit een omgekeerde trechter met daaraan een fles gevuld met water. En het nadeel van zo'n standaard bubble trap is dat die normaal 3 tot 4 weken in het veld hangen voordat je de fles vervangt en in het lab het gasvolume en de methaanconcentratie meet. En het is daardoor heel waarschijnlijk dat in de tussentijd een belangrijk deel van de methaan is weggelekt naar de waterlaag, waardoor je dus een onderschatting van je ebullitie krijgt. En daarnaast weten we met deze methode niet op welke momenten de bellen zijn vrijgekomen. En dat is hele nuttige informatie voor het mechanistisch begrip. Nou, met deze nieuwe bubble traps, die voorzien zijn van druksensoren en methaansensoren, kunnen we over tijd precies bijhouden wanneer die bellen zijn vrijgekomen en voor hoeveel methaanemissie dat heeft gezorgd. En ten behoeve van het mechanistisch begrip worden automatische metingen van broeikasgasfluxen aangevuld met automatische metingen van pH, zuurstof en temperatuur. En daarnaast is er ook nog eens meerwaarde als we die automatische fluxmetingen inzetten bij sloten die grenzen aan de NOBV-plots. Doordat we daardoor nog meer gegevens voor het mechanistisch begrip krijgen. Dus denk aan die dingen als meteodata, grondwaterstanddata, data van de bodemchemie. Al dat soort dingen kunnen ook voor de sloot broeikasgasemissies extra informatie opleveren. Ja, dan neem ik het weer over. De tweede ontwikkeling waar we momenteel mee bezig zijn, en dit is nog steeds ook echt in de beginnende fase, is de zogeheten equilibrator. Dit is een instrument waar je hier een soort layout van ziet, waarmee je in real-time de opgeloste broeikasgassen in het water kunt meten. Het apparaat zuigt het water op wanneer er een gas-water equilibrium wordt bereikt. En door middel van de gas analyzers kunnen we dan de concentratie van gassen hierbij meten. Dus ons doel hiermee is om de CO2-methaan en de lachgasconcentraties te meten. Deze zou ik dan langs de sloot door de hele polder willen trekken om zoveel mogelijk data te verkrijgen, dus mogelijk wel elke meter een soort concentratie te hebben, om de locaties van weinig tot veel opgeloste broeikasgassen op te speuren. Dus misschien in doodlopende sloten zouden er meer opgeloste gassen zitten, dat weten we nog niet. Deze methode zal ons echt ontzettend veel tijd kosten. Normaal in het lab neem je een buisje slootwater mee, dit transporteer je dan naar het lab. Hier moet je allemaal handelingen verrichten en dan kan je daarna de gasconcentratie meten. Hiervan zou je natuurlijk niet om de meter in de hele polder een sample nemen. Dus met deze equilibrator is ons ruimtelijk bereik veel groter en kost het ook nog eens minder tijd. Het doel hiermee is dus ook om deze ruimtelijke variabiliteit binnen deze slootpolder te onderzoeken. Een verwacht resultaat hierbij is een soort heatmap van de broeikasgassen binnen het slotennetwerk. En dit zou er een beetje zo uitzien. Dit is het onderzoek, een uitkomst van het onderzoek waaruit het design van deze equilibrator komt. Deze onderzoekers hebben op dit meer, dit Lake Stechlin, hebben zij de equilibrator gebruikt en met een bootje over het hele meer gevaren. Je kunt hier dus duidelijk zien, dit is voor methaan opgeloste gas van methaan, hebben ze deze hele route afgelegd en om de zoveel meter is er een concentratie uitgekomen. En hier hebben zij dus bepaalde hotspots van methaan gevonden, die dus in de rest van het meer niet aanwezig zijn. De hotspots dus kunnen lokaliseren hiermee. We zouden deze equilibrator gebruiken om plekken met een laag, medium of hoge concentratie van broeikasgassen te meten. En hieruit weer plekken kiezen waar we met andere apparatuur op meer frequente tijdschaal kunnen gaan kijken. Zoals de dissolved broeikasgassenproop, en die we dus op strategische plekken willen inzetten. Nou, dit is die broeikasgassenproop.
Dit is een design van het FNWI Technocentrum. Dit is een apparaatje wat we dus in de sloot willen hangen. Eigenlijk een soort mini-equilibrator, want het berekent of ook de concentratie van broeikasgassen, opgeloste broeikasgassen, dat op kleine tijdsintervallen deze gaat meten. Kort uitleg waaruit deze bestaat. Hier zit een CO2-sensor in en sensoren voor temperatuur, hydrostatische druk en luchtvochtigheid. En deze willen we eventueel nog aanvullen met methaansensoren en zuurstofsensoren. Een hydrofoob filter, een gaspermeabel filter, membraan, zorgt ervoor dat de uitwisseling van gassen wel mogelijk is, maar dat er geen water binnenkomt. Nu zou je dus ongeveer, als je gelukt hebt, elke 3 tot 4 weken momentopname van de opgeloste broeikasgasconcentraties verkrijgen. Met bijvoorbeeld die equilibrator of de labmethode. Maar hiermee zouden we hopelijk een soort hoge frequentie, misschien wel van 30 minuten, kunnen hebben. Dus heel veel metingen per dag. De combinatie van de equilibrator en die broeikasgassenprobe is ons doel dus via snapshots van de equilibrator met grote ruimtelijke dekking de ruimtelijke variatie in kaart te brengen op meerdere momenten in het jaar, bijvoorbeeld 4 keer per jaar. En dan aan de hand van die data de dissolved broeikasgassenprobes op strategische plekken te installeren om voor die geïdentificeerde plekken van lage, medium en hoge concentraties ook de temporele variatie in kaart te brengen. Het combineren van deze discontinue metingen met hooglijke ruimtedekking en hoogfrequente metingen met lage dekking leidt tot synergie bij het kunnen opschalen van emissies en bij het verkrijgen van het mechanistisch begrip wanneer we dus op deze plekken ook andere variabelen gaan monitoren. Ralf? Yes. Naast de ontwikkeling van de meetinstrumenten die Judith en ik jullie hebben laten zien, hebben we binnen onze universiteit ook automatische kamers voor het mobiel meten gebouwd, hè, zoals Reinder en Tom net hebben laten zien. En hebben we belangrijke ervaring opgedaan met de automatische kamers van het bedrijf EOSense. Die zijn hier links in de dia te zien. We hebben dus zowel ervaring in het bouwen als in het ontwikkelen van meetsystemen. En zowel dus voor systemen op het land als op het water. En die in aangepaste vorm ook in de paludiculturen onderzoek kunnen worden ingezet. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en Judith en ik staan klaar om vragen te beantwoorden. Dank Judith en Ralf. Super interessant en ontzettend leuk om te zien hoe snel die ontwikkelingen gaan. Ik meen dat wij in oktober nog bij jullie waren, Judith, en toen was je nog aan het worstelen met hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. En die automatische kamer, echt fenomenaal. Dus dank. Ik denk ook goed om te duiden, want voor de mensen denken, het gaan we heel inhoudelijk in op meetmethodes en dat soort dingen. Dus ook even om aan te geven van dat we ook in een vrij innovatief onderzoek zitten. En waar dus ook waar we eigenlijk al nog vooral voortborduren op buitenlandse kennis. Veel buitenlandse kennis. En ook nog niet zo heel veel data hebben om goed uitspraak te kunnen doen. Dus daarvoor is het ook nodig om het in de Nederlandse situatie, die toch echt wel anders is dan in het buitenland, ervaringen op te kunnen doen. En daar ook lessen uit te kunnen trekken. Ik ga even naar de chat, want er zijn een paar vragen voor jullie. Erik vraagt, is die onzekerheid in Zweden in of exclusief de onzekerheid door alleen overdag te meten? Ralf? Ik denk dat het exclusief is. Ik weet bijna zeker dat zij hebben niet met automatische, in ieder geval voor diffusie, niet met automatische systemen gemeten. Dus ik ga ervan uit dat zij hun diffusiemetingen alleen over dag hebben gedaan. Dus dan is het exclusief de dag-nacht variaties. Dat maakt de onzekerheid alleen maar groter. Ja, helder. En Chris vraagt, hoe is de samenhang tussen de metingen van Judith, noem dit maar even, en de meetlocatie in de Wieden op het water? Wordt daar gebruik van gemaakt in het onderzoek van Judith? Momenteel nog niet, maar dat zou natuurlijk bespreekbaar kunnen zijn. We willen eerst echt het slootonderzoek goed opstarten, want dit moet nog gebeuren. En daar veel aandacht aan besteden en dan kijken of we mogelijk ergens combinaties kunnen gaan maken, denk ik. Helder. Het is goed om te weten dat ook binnen het NOBV, want je noemt terecht even Bart als een van jouw medebegeleiders, binnen het NOBV zoeken de verschillende consortiumleden ook elkaar zoveel mogelijk op om die kennis uit te kunnen wisselen. Ik zie zo snel geen andere vragen. Wat toch wel goed is om te melden, dat doet Erik heel goed, om nog even te duiden dat die waterkwaliteit die al meerdere keren genoemd is als belangrijk aandachtspunt,
dat daar ook een studie naar uit is gevoerd en dat die ook op onze website te vinden is over welke aspecten van waterkwaliteit van belang zijn in relatie tot het veenweidegebied. En ook binnen VIP.nl zal hiermee aandacht worden besteed. Dus het staat wel degelijk op het netvlies. En de bedoeling is ook dat de meetgegevens, zometeen de metingen van Judith, noem ik ze maar weer even ook, ook aan gaan sluiten en input leveren voor andere projecten. En ze noemde kort ook al even Sarian Kosten als hoogleraar, ja toch, binnen Nijmegen. Die ook betrokken is bij diverse andere onderzoeken. En ook dat is kennis die wordt ingebracht daar waar nodig binnen het NMBV. Dus ook die samenwerking wordt gezocht. Nogmaals wil ik jullie allen bedanken. Dus niet alleen Judith en Ralf, maar ook alle andere sprekers. Dan zijn we iets eerder dan gepland aan het eind gekomen van deze deelexpeditie. En excuses aan alle sprekers die ik zo van tevoren heb lopen opjagen dat je binnen de tijd moest blijven. Dat is keurig gebeurd. En daarmee zijn we zelfs eerder klaar dan verwacht. Hebben we uiteraard nog een volgende deelexpeditie gepland, waar ik jullie nu alvast voor uit wil nodigen. Suzanne, kan jij het beeld delen? Oh, ik zie trouwens in de chat nog een aanvullend antwoord op een van de vragen. De slootmetingen met de EC-mast. We gaan zeker de slootmeting met de EC-metingen matchen, zodat je sloot en weiland van elkaar kan onderscheiden. Dat is een goede aanvulling van Bart, want nu zit, dat is nog wel even inhoudelijk en ook heel leuk om te delen. Want dat vind ik ook het allerleukst. We meten natuurlijk op terrestrisch en in de sloot. Maar dat doen we met kamers waar we het nu niet over hebben gehad, maar waar we het op 30 mei 2022 wel over gaan hebben. Dat is een heel mooi bruggetje, Bart. Dankjewel. Dat we gaan ook gaan kijken naar de opschaling van metingen. Want we meten bijvoorbeeld ook met EC-masten en vliegtuigmetingen. En die meten een grotere footprint. Hè. Met EC-masten kunnen ze met een footprint van gemiddeld 300 meter bij 300 meter. Dus dat is aanzienlijk groter dan de kamers die je net zag. En met de vliegtuigmetingen hebben we het zelfs over kilometervakken. Dan meet je natuurlijk het onderscheid tussen de sloot en het perceel wat minder. Maar dan zijn de metingen van Judith des te belangrijker. Die te gebruiken om ook onderscheid te kunnen maken tussen sloot en land. Dus dank voor de aanvulling en meteen reclame voor 30 mei 2022. Bart Kruid, ik heb hem al een paar keer genoemd, zal samen met Ronald Hutjes een webinar organiseren en geven over de opschaling en de verschillende schaalniveaus en hoe de kamermetingen zich verhouden tot de EC-mesten en de vliegtuigmetingen. Meld je alsjeblieft aan via de website of gebruik de link die nu Suzanne in de chat heeft gedeeld. Jullie zijn wederom allen van harte welkom. En je kunt je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Komt één keer per kwartaal ongeveer uit. Ook met allerlei aanvullende informatie. Dus wil je meer weten, voel je vrij. Dan rest mij jullie allen te bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie vragen. Ik wil met name de Radboud Universiteit uiteraard, het Nationaal Kennisprogramma, het NKB en het NOBV van harte... Ik wil in elk geval alle sprekers van de Radboud Universiteit nogmaals bedanken. En namens de STOA en het NOBV hoop ik jullie snel weer te zien. Bedankt.